Er zijn altijd clubs als die voorbij komen dat je bijna, als het aan mij ligt, dat je daar geen nee tegen kan zeggen. Nee. Maar er zijn dan ook clubs die zeer veel keuze hebben uit heel veel goede trainers. Ja. Dus met de vraag of je daar in deze fase van je carrière al genoemd wordt. Arne Slot begon aan spelen bij Zwolle, maar later ging het balletje pas echt rollen. Precies, hij staat nu vooral bekend om zijn vakmanschap en tactiek. Steeds een stapje hoger, van trainersassistent bij AZ naar momenteel trainer zijn van het moment, de smaakmaker, de man die Feyenoord dit jaar kampioen kan maken. Maar we hebben nog zoveel vragen. Tijd voor een blik achter het gladgeschoren gezicht. Another Mirror Talk. Hey Arne, net geschoren zie ik. Ja, net geschoren, hè. Nou Arne, ben je klaar voor? Zeker. Rotterdam of Bergentheim? Bergentheim. Wat is de mooiste competitie ter wereld? Premier League. Ben je een slechte verliezer? Ja. 0-0 of 5-5? 5-5. Onder de douche of voor de spiegel scheren? Onder de douche. Welke club zou je ooit willen coachen? Ja, afgezaagd. Barcelona. Guardiola of Mourinho? Guardiola. De Champions League winnen met Feyenoord of wereldkampioen worden met Nederland? Wereldkampioen met Nederland. Gladgeschoren of een baard? Gladgeschoren. 1-0 of 5-5? De lange termijn 1-0, maar af en toe 5-5. Kuksu of De Bruyne? Kuksu. Alleen al om jou te pesten. Arne, wat is voor jou een toptrainer? Als ik aan een trainer denk, dan denk ik aan Guardiola. Okay. Dus dan denk ik aan een trainer die zijn elftal dusdanig laat voetballen waar ik plezier van krijg om naar te kijken. En dat je ook heel nadrukkelijk ziet dat spelers beter worden onder een trainer. Je kan wel weten wat je wil, namelijk hoe je die opbouw moet doen. Ja. Maar dan vind ik het heel prettig als ik ook kan laten zien hoe dat gebeurt. We hadden het over natuurlijk dat jij echt spelers beter hebt gemaakt. En van buitenaf lijkt jij, ik zeg altijd 1 van de 10, die maakt echt een verschil. 9 van de 10 maakt er niet zoveel uit wie je voor de groep zit. Het is wel mijn overtuiging dat een trainer heel veel voor jou kan betekenen. Dat is wel wat ik dag en nacht voorop sta, om te trachten om zo'n trainer te zijn. Ja. Dat ik niet alleen het elftal beter maak, maar ook het individu. Maar goed, ik geloof er heel erg in dat het elftal het individu beter maakt. En dat door goed samenspel een individu de missie wel eens beter uit kan zien dan dat die missie daadwerkelijk wel eens is. Wat is je zwakste kant als trainer? Als ik voor mezelf dat zou moeten bedenken, denk ik moeite om 's ochtends bij elkaar te komen en dan eens even een half uur gewoon over priet praten te hebben. Ik zal niet zeggen dat het niet helemaal niet aan mij besteed is, maar ik wil wel graag snel to the point komen. Maar als ik een gesprek met jou als speler zou hebben, dan gaat het echt ook wel even over, oké, hoe voel je je en hoe is die in Rotterdam, zeker als je uit het buitenland komt. Dat is een verbeterpunt als dat, je het... En kijk, ik ben niet misschien degene die dagelijks aan zo vraagt hoe het met hun zoon gaat, maar ik geef wel om die jongens en ik vind het niks mooier om ze te helpen in de ontwikkeling, niet alleen als speler, maar ook als mens. Zo vind ik het als trainer heel belangrijk dat ze me hopelijk ook een goede trainer vinden. Maar dat ze ook zeggen, maar ik vind het ook een fijn en oprecht mens. En nu ga je dan de laatste fase in met Feyenoord. Hoe ga je dat benaderen? Wat voor mij het allerbelangrijkste is dat wij net zo fanatiek spelen als al die andere wedstrijden. Je hebt altijd een bepaalde manier van spelen gezien. Ja. Een bepaalde intensiteit. Hoe ga ik dat weer bij ze oproepen dat we dat weer voor elkaar krijgen? Wanneer ben je geslaagd bij Feyenoord? Of ben je dat al? Nou, kijk, aan de voorkant was het idee van zorg dat we leuk voetbal gaan spelen waar de mensen blij van worden en laten we zorgen dat we een paar transfers maken. Maar dat was natuurlijk vanuit de clubleiding. Maar wij als groep, staf, spelers, willen wel heel graag iets tastbaars aan deze 2 jaar overhalen. Dat leeft wel heel erg bij ze. Dat probeer ik ook altijd wel een beetje op te roepen, gevoel. En ik denk niet dat ik meer waardering kan krijgen van Rotterdam, van de Feyenoord supporters, dan dat ik nu heb. En dat beangstigt soms ook wel eens. Ja? Dat je denkt van ja, oké, maar ze schrijven me dingen toe die ik echt niet waar kan maken. En ben je nu bewuster met je uiterlijk? Zeg maar nu dat je veel meer in de picture staat. Ja. Natuurlijk, elke zondag, elke wedstrijd is natuurlijk een camera erop. Ik zie spelers wel eens voor de wedstrijd nog heel lang met hun haren bezig. Maar dat zit er voor mij natuurlijk niet in. Nee. Maar dat is niet uit ijdelheid of zo. Maar ik ben wel graag gewoon even normaal goed geschoren. En mijn hoofd ook. En als dat een beetje zo 4-5 dagen doorgegroeid is, dan zou ik op het trainingsveld prima op kunnen stappen, maar niet bij een wedstrijd. Je bent helemaal kaal natuurlijk. Kan je eigenlijk in volle baard groeien? Ja, dit groeit beter dan dit. Ja, oké. Okay, dus... heel veel beter zelfs. Dus je zoon ook met een... Ik heb het nooit geprobeerd, maar als ik laat hem wel eens een week staan, dan denk ik dat ik wel een behoorlijke baard zou kunnen krijgen. Maar,
toevallig van de week een paar dagen met mijn vrouw weg. En Conte werd ontslagen. Dus nou, ze vond die er wel leuk uitzien, zei ze. Ik zei, nou, maar die was ook kaal. En die heeft... dus ik heel soms denk ik wel eens... zal ik ook gewoon eens even weer... Want Conte is met een enorme pruik. Best gelukte haartransplantatie ever. Volgens mij ever. Ook, ja, zal denk. Gek zijn. Als jij nu met een vol- dan zal het toch best wel gek zijn. Dat denk ik ook. Wat zou een logische vervolgstap zijn voor jou? Nou, daar is niet zo heel veel in mogelijk. Omdat Feyenoord dan een hele grote club is en een hele mooie club is. Wij in Europa al hartstikke mooi meedoen. Maar ik denk dat, dat op een gegeven moment er een moment komt dat je denkt van... Oké, nou wil ik ook eens kijken of je in het buitenland een bepaalde manier... Is dat moment dichtbij? Ja, wat is dan, dat is de definitie van dichtbij. Dichtbij maar, is van de zomer. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Er zijn altijd clubs als die voorbij komen dat je bijna... Als het aan mij ligt, dat je daar geen nee tegen kan zeggen. Nee, dat was Leeds niet. En Leeds vond ik ook een hele mooie club. Maar het moment, midden in het seizoen, waarin je bij Feyenoord nog zoveel voor hebt om te spelen. Daarom vond ik dat geen goed moment om naar Leeds te gaan. En dan is er ook heel veel uitdaging om bij Feyenoord nog te blijven. Los van de uitdaging die bij Feyenoord ligt, heb ik al vaker gezegd. Dat gezinstechnisch het ook veel beter zou zijn om nog even hier te blijven. Maar een droom voor jou lijkt me toch wel dat de Premier League binnen afzienbare tijd dan... Dat de droomcompetitie is voor iedere trainer. Premier League is volgens mij de nummer 1 competitie van Europa. Ja. Alhoewel de ontwikkelingen in Italië ook wel heel interessant zijn. Er lopen ook een paar clubs die heel erg... Als je Spalletti zou kunnen opvolgen. heel erg goed voetbal die speelt geweldig voetbal, ja, toch? Ja, is niet normaal. Ja, en Spanje blijft altijd met Barcelona Real Madrid ook een heel aansprekende competitie. Jij kan niet zeggen, ik ben hier voor 100% na de zomer. Dat is gewoon niet te zeggen. Nee, maar ik vind het wel heel waardevol om ergens... op een positieve manier weg te gaan. Gio van Broncos, die werd kampioen. Maar een jaar later zag zijn leven er niet zo leuk uit. Maar, nu noem je zelf Gio, maar Gio was zeer succesvol bij Glasgow in de Europa League. Ja. Nou, dan ga je een stapje omhoog, Champions League. Ja. Nou, doordat je eigenlijk niet een team hebt voor de Champions League, word je ontslagen. Ik zeg niet dat Feyenoord niet een kans hebt in de Champions League. Alleen is het natuurlijk wel een andere niveau. Als we het kunnen halen, dan toch? Gaan we ons daar wel voor. Dan ga ik niet zeggen, nee, we doen maar Europa League. Is prima voor ons. Ja, nee, we hebben geld er gehad nodig. Precies. Ja. Arne, dank u wel voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes natuurlijk. De laatste fase van de competitie. Ja. Hoop dat het voor jullie, voor jou, dat het gaat lukken. En wie weet wat de toekomst gaat brengen. Dank u wel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Gillette.